Op internet bestaan er veel meningen over het schoonmaken van je zonnepanelen. Ketelklets heeft een heel duidelijke visie gedeponeerd en je merkt door de reacties dat er verschillende meningen leven. Zoals altijd heb je voor- en tegenstanders en aan beide kanten worden er zinvolle opmerkingen geplaatst. Zelf weet ik het juiste antwoord niet direct, maar wij kunnen het wel gaan testen. Mijn collega heeft twee panelen waar hij zeer eenvoudig bij kan. Twee identieke panelen die onder dezelfde hoek naast elkaar liggen, waarmee we een prima AB-test kunnen uitvoeren. Waar iedereen het al wel mee eens is dat we gedestilleerd water moeten gebruiken of regenwater met een zachte doek. Let's go! Dit is natuurlijk best wel een lastige test, want we moeten over een langere periode gaan testen om te kijken of de coating van de panelen verdwijnt door het schoonmaken van de panelen. Maar waar gaan we nou naar kijken? Als eerste, zit er een verschil in opbrengst bij een schoongemaakt paneel en hoeveel is dat dan? En zou je een inschatting kunnen maken hoeveel dat is per jaar? Ten tweede, wordt de coating van het paneel aangetast door het schoonmaken? Deze laatste kunnen we alleen testen wanneer we dit over een langere periode gaan bekijken. Bijvoorbeeld wordt het paneel eerder vies na een regenbui. Wat gebeurt er met de opbrengst over een langere termijn? We gaan dit voor je bijhouden. Als eerste doen we een nulmeting. En wanneer we kijken naar de panelen, dan zie je dat daar best wat stof op ligt. We kijken even naar de opbrengst van beide panelen. En het gaat om de onderste twee panelen. We zien een redelijk gelijke opbrengst van beide panelen van respectievelijk 320 en 318 watt. Er is een klein voordeel voor het paneel aan de linkerkant van 2 watt. De installateur had al gezegd dat we de panelen niet moeten schoonmaken, maar we doen alles voor de wetenschap. Als je kijkt, sorry Theo. Natuurlijk gebruiken we regenwater en een zachte doek. En we kunnen zien dat er best veel vuil al van één paneel afkomt. En het verschil tussen de panelen is dan ook goed van een afstand zichtbaar. Maar wat is nou het verschil in opbrengst? Wat we nu zien is dat het schoongemaakte paneel nu 13 watt meer produceert. 275 om 288 watt. En even later is dat zelfs 19 watt meer. 263 om 284 watt. Dus een schoongemaakt paneel produceert ongeveer 5% meer ten opzichte van een vuil paneel. Stel dat je nu een jaaropbrengst van 3000 kWh en je weet 5% meer te produceren door ze schoon te houden. Dan leveren ze 150 kWh extra op. En natuurlijk zijn je panelen niet het hele jaar vuil, want ze regenen ook weer schoon. Dus stel dat je panelen 1/3 van het jaar vuil zijn en je weet deze goed schoon te houden. Dan blijft van de 150 kWh nog maar 50 kWh over. Doe dit maal 40 eurocent en dan kom je op 20 euro voordeel per jaar uit. Iedereen zal voor zichzelf moeten uitmaken of dit de moeite wel waard is. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer er zo'n Sahara wind is langs geweest en je panelen liggen onder het zand en het blijft ook nog eens wekenlang droog en zonnig, dat je denkt, ja, even schoonmaken die hap. Wij komen wanneer er regen is gevallen er weer op terug of de andere panelen net zo schoon zijn geworden. Ook gaan we kijken of het schoongemaakte paneel nu eerder vuil wordt en hoe zit het met de opbrengst. Maar dat gaan we later zien. Tot de volgende keer.